dat moment zitten we al op 150 roeken. Ze terroriseren gewoon de hele buurt. Een aantal jaar geleden kwamen de eerste roeken aanzetten, vertellen verschillende buurtbewoners tegen RN7. In het begin was er nog niet zoveel sprake van overlast. Maar de laatste tijd worden de Leigraaf en de omliggende straten geterroriseerd. Wat ik eigenlijk ook heel hinderlijk vind, dat je constant de hele dag dit hoort. Het zijn behoorlijk luidruchtige dieren, zoals je op de achtergrond misschien al hoort. Overdag is het wat ietsje minder. Als het weer wat aantrekt, met name met de zon, dan gaan ze echt fladderen. Nesten bouwen, alle takken, mos, overal, alles slingert overal. Je kunt eigenlijk hierachter, er zijn nog een paar huizen, daar zijn ook bomen. Dan kun je niet fatsoenlijk onder de bomen doorlopen zonder dat je of tak of poep op je kop krijgt. Ja, je wordt er echt niet goed van als je de hele dag mee geconfronteerd wordt. En kunt u nog wel rustig in de tuin zitten? Dat is niet leuk, meneer. Dat is echt niet leuk. Je gaat niet rustig daar een boekje lezen. Het liefst de ramen dicht en binnen gaan zitten. Ik vind ook dat ze andere vogeltjes, de leuke lieve vogeltjes zeg maar, die verjagen ze ook in mijn tuin. En hoe zit het bijvoorbeeld met de auto's? Mijn auto staat hier wel onder de carport, maar mijn vrouw en mijn zoons die hebben ook allebei allemaal een auto. En die staan dus niet onder de carport. En die kunnen echt bijna dagelijks naar de wasstraat om de poep eraf te halen. En dat dagelijkse ritje naar de wasstraat zal voorlopig nog wel even doorgaan. Volgens de gemeente Druten is de roek een beschermde diersoort en overlast daarvan mag je niet zomaar bestrijden. In een schriftelijke verklaring laat wethouder Tonen weten: we begrijpen natuurlijk ook dat er overlast kan zijn van deze vogel in een woonwijk. De gemeente is daarom op zoek naar een passende oplossing voor dit dilemma. Om overlast op een locatie te mogen bestrijden, is daar goedkeuring voor nodig van de provincie. Daarbij is het belangrijk om te weten hoe het gaat met de roeken en op welke locaties ze leven en kunnen leven. Volgens de wethouder is het onderzoek een eerste stap richting een oplossing.